allemaal bekijken, meneer, of niet? Wel bekijken allemaal. Ja, nee, ik heb het in de gaten. Het is alleen de bedoeling dat de jongens zelf versieren, maar dat zien we niet zo heel erg op. Dus ondanks slechte weer komen mensen toch de optocht... Valt niet tegen. Waarom gaat het eigenlijk door? Omdat wij ervan uitgaan dat we toch een oranje zonnetje krijgen. Inderdaad, we gokken het erop, zou we zeggen. Is er getwijfeld? Nou, we hebben het er wel even over gehad. Maar het comité kinderfeesten is alleen verantwoordelijk voor de optocht. Dat is een korte optocht. En daarna zorgt de organisatie van het Alt Wijshoes zorgt voor het kindercircus in het Nolenspark. Dus toen zij besloten om het door te laten gaan, dan sluiten wij er uiteraard bij aan. Het is een hele mooie fiets, hè? Ja. Zelf gemaakt? Ja. En waarom doe je mee? Omdat ik het gewoon leuk vind en ik doe elk jaar mee. Ja. Was het moeilijk? Nee. Ik kan je vertellen wat je me gedaan hebt? Nou, ik heb heel veel gewerkt met deze fiets en zo. Ja? Wat is dit? Dat zijn eigenlijk van zo'n sjaaltjes, maar ik heb er handvatten van gemaakt. Meneer Schot, de Koningsdag is nog droog gebleven ook. Ja, gelukkig wel. Want het zou toch wel heel sneu zijn als de kinderen allemaal heel erg nat zouden worden. En ik hoop toch ook maar dat het in Zwolle droog is op dit moment. Ja, toch is er veel in Venlo afgelast. Ja, met name vanwege het weer, vanwege de kou, vanwege de storm. Maar de echte diehards gaan door. Ik heb begrepen dat in Blerik niks is afgelast. Dat is natuurlijk een enorme traditie om dan met zo'n geweldige grote rommelmarkt te zijn. En ik heb begrepen dat er ook heel veel belangstelling is in Blerik. Vorig jaar was Koningsdag in Dordrecht. De Drechtsteden, dat moet u toch een beetje aan het warme hart gaan. Ja. Heeft u ooit gedacht het koningspaar een keer in Limburg te halen? Ja, daar heb ik wel eens over na zitten denken. Ik was net een jaar weg uit Deventer en toen was het in Deventer. Ik was net weg uit de Drechtsteden, toen was het de Drechtsteden. Dus misschien dat we de komende jaren daar maar eens aan moeten gaan werken. Ja, dat zou best leuk zijn hier in Noord-Limburg. Ja, ik heb hem gekregen. Wanneer heeft u hem gekregen? Ik heb hem gekregen van de burgemeester. Wanneer? Eergisteravond, maar dat mocht ik niet vertellen. Want dat is eigenlijk hartstikke illegaal. Ja. Waarom dat? Die mogen eigenlijk pas morgen, de dag voor Koningsdag, mogen ze die pas geven. Maar ik heb hem een dagje eerder gekregen. Waarom? Nou, wij zaten toevallig te vergaderen. En toen kwam de burgemeester daar binnen, hadden ze natuurlijk geanceneerd. En ik werd daar natuurlijk in het ootje genomen. Waarom heeft u hem gekregen?
Ja, voor mijn inzet voor heel veel verenigingen. Bedrijven. Dus wat voor verenigingen? Ik ben voorzitter bijvoorbeeld van de cultuurgroep voor Bos- en Haagplantsoen van LTO. Dat zeg jij natuurlijk niks, maar dat is wel zo. En ik zit bij de stichting van Heuts. En ik zit bij het bestuur van de Jochemhof. Dat is een botanische tuin. En ik heb een boomkwekerij. Dat doe ik ook al heel veel jaren. Dus heeft het me eigenlijk wel verdiend? Moet je dat van jezelf zeggen? Wie had dat gedacht, hè? Ja, mooi weer, hè? Koningsdag, biertje erbij. Biertje erbij, zonnetje, dat is echt prachtig. Ja, heel mooi. En allemaal speeltoestellen, spelende kinderen, heel goed. Ja, dankjewel. Proost.